Het Korps Politie Suriname heeft gisteren cijfers gepresenteerd van misdrijven over het derde kwartaal van 2018. De presentatie is gehouden door Humphrey Naarden, hoofd van de voorlichtingsafdeling van het KPS. Hij gaf aan dat de misdrijven een dalende trend vertonen vergeleken met het afgelopen jaar. De misdrijven zijn onderverdeeld in gekwalificeerde diefstal, inbraken, berovingen, overvallen en levensberovingen. Zoals ik zei, voor wat dit jaar betreft, juli, augustus, dan kunt u zien dat de gekwalificeerde diefstal in juni hadden we 388, juli 387 en in augustus een kleine daling van de stijging van 329. Vandaag zien we dus dat in juni van dit jaar we 346 hadden. In juli 337 en augustus hebben we een lichte stijging weer van 340. Wat beroeping betreft zien we dat we wel een behoorlijke daling hebben. Juni 108, juli 92 en augustus 86. Overvallen juni 24, juli 48 en in augustus zien we dus dat we weer een behoorlijke daling hebben van 32. Vervallen van overvallen. En levensberoving juni 5, juli hebben we gelukkig niets gehad. En augustus hebben we 3 vervallen gehad van levensberoving. Marcel Blakson, hoofdafdeling verkeer van het ministerie, gaf aan dat de verkeerscriminaliteit een zorgpunt van de politie is. Hoewel er een lichte daling te merken is voor wat betreft de verkeerscriminaliteit, blijft het zorgwekkend, zei de inspecteur. Hij presenteerde enkele cijfers van ingevorderde rijbewijzen en geïnde boetes over de periode 2017-2018. In het jaar 2017 zijn bijvoorbeeld aan rijbewijzen ingevorderd 1159 van hardrijders. In het jaar 2018 tot en met gisteren is dat 754. Ligt nog aan de hoge kant. De ontvangen boetegelden in het jaar 2017 tot en met september 2017 was ongeveer 260.000. En dit jaar hebben we ontvangen aan boetegelden 155.000. Het aantal verkeersdoden in het jaar 2017 tot september was 58. En in vergelijking met dit jaar hebben we een daling, een lichte daling. We zijn op 49 heden ten dagen. Marcel Blakson, hoofd van de afdeling verkeer van het Korps Politie Suriname. Hij presenteerde gisteren cijfers van de verkeerscriminaliteit, ingevorderde rijbewijzen en geïnde boetes. De persconferentie is gehouden op het hoofdkantoor van de politie aan de Duisburglaan.